Yo guys, Shay Gamer Shayman hier, AK. Tijd voor GTA 3. Voor mij moet dat een taxi voor Saria dus. Voor de eerste keer eigenlijk dat ik een GTA 3 video voor mij opneem. Laat maar beginnen. Dan komen we volgens mij aan in... Ja, ik weet niet meer hoe de plaats heet. Wat is het? Zo'n New York achtig iets? Oh, Liberty City. Devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. En als ze die oude opa eruit zeker hebben ze die nodig. Sorry. Ze horen officieel in de gevangenis, want ze hebben wel criminele dingen gedaan. Er gaat een bom af. Half een stuk van de brug is ingestort. Lijkt het wel. Een hele brug een stuk is ingestort. Nou, vaarwel. This is Hit Radio Love Media Station. Just one. Oh, dit is dus toeter. Oké, okay, dus dit is dezelfde manier als auto rijden als in GTA. In GTA. Zonder drie als dus. Oh, jongens. Ik ben echt zo moe. Maar ja, alles voor een video. Even kijken aan de kanten. Dat is een bevel. Uit aan de kant. Oh, we moeten via zo. Oh, we gaan toch aan de kant iedereen.
Altijd in de weg rijden. Komt ook langzaam op mijn strot in mijn neus. Moet dit voorstellen, een soort huis? Nee, hè? Serieus? Moet dit serieus de huis zijn van die guy? Ik wou zeggen Nico Belli, maar Nico Belli is in GTA 4 en niet in GTA 3. Ik moet heel eerlijk in zijn keus, ik vergeet ja heel erg bijzonder, ook qua graphics hoe veranderd het is vergeleken met vroeger. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Wie is dat dan? Zit je niet zo te toeteren? Wie moeder? Bovendien, als ik aan keihard ga rijden en als ik iemand doodrijd, dan krijg ik de politie achter me aan. En dat wil ik ook niet. Heb aan de kant of ik rij plat. Aan de kant jij. Tuurlijk, bots met een motor op. $1,500 voor één missie. Poeh. Dat is flink wat geld. Tuurlijk. Zou niks verbazen als een auto of zo meteen in de brand vliegt. Want voor mij kunnen deze auto's heel nauwelijks iets hebben in de game. Dit rijdt zich zo kloten. Nee, niks ervan. We gaan niks omkeren of wat dan ook. Ga aan de kant. Altijd in de weg lopen. Die lijken wel een stelletje bejaarden die in de weg lopen. Jongens. Eens kijken wat er gebeurt als we deze auto op het treinspoor zetten. Ik ben dan één ding heel nieuwsgierig naar. Ah, kom op alsjeblieft, doe me een plezier. Raad alsjeblieft dat ding erop gaan. Ja, dan moet je maar niet in de weg lopen, vriend. Oh my god, dit is een fucking tram, ouwe. Of hoe heet zoiets? Metrocar of hoe heet zo'n... Hoe heet die kring ook alweer? Nee, godverdomme. Au, au, au. Fuck.
Even kijken, guys. We gaan eventjes wachten tot het renderij komt. Even kijken, ik wil erin. Meneer rijdt een klote ding. Meneer de... ik wil zeggen meneer de chauffeur, maar ik bedoel meneer van de metrotrein. Kunt u gas geven? Ik heb meer te doen. Quem passa? Ik wil die. Ja, aan de kant krijgen, of ik sluit je kop. Wat jongen, wat zit je mij te dagen? Hier. Vol in je noten. Jongens, jullie kunnen één ding zeggen tegen me van, jee, waarom sla je die man? Hij dacht hem uit. Is dit een politieagent? Blijkt dat nou zo? Ik ga hem voor de zekerheid helemaal niet slaan. Want anders heb ik die scheidwoud achter me. Wat is dit? Hallo dame. Even kijken. Oh, dit komt me een beetje bekend voor, deze map. Een beetje die stuk. Lijkt een beetje op die map van het GTA. Even denken, GTA San, niet San Andreas, GTA Chinatown was. Ja, aan de kant jij. Nu mag ik een wapen uitzoeken, up. Ja, ik wil die wapen ja kopen. Hoe kan ik die bij jou pakken? Zeg vriend. Hoe kan ik die pistool van je kopen? Zeg de politieagent. Wat de fuck gebeurt daar dan? Meneer de agent, ik help alleen maar om iemand die onschuldige mensen vermoordt. Kijk naar serieuze scheidwouten achter me terwijl ik iemand houd. Ik wou serieus die scheidpolitie. Ik wou die persoon die iemand vermoord heeft ook wat aandoen. Mazzel. Terug naar huis, terug naar huis, terug naar huis. Ik wil die kutpolitie niet achter mij. Terug naar huis. Are you fucking serious right now? Kan ik serieus die borgtunnel niet in? Meneer de agent. Ah, fuck it, ik ga geen mensen hun levens redden. Mijn eigen leven is al in gevaar door die klote politie.
Of ik bedoel, meneer de vriendelijke politieagent. Ja, dan moet je maar niet in de weg lopen. Eigen domme schuld. Ik wil heel snel naar die, naar dat huis, naar dat rare huis toe. Ik moet van de politie af. Even kijken, opslaan, ja, ebbers. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren, dus er geen ding. Laat eens.